Oh, ben ik. Al mot ik krupen. Dag Sven. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja. Op dit hoogtepunt. Op hoogste punt, hè? Laten we het zo maar zeggen. Sven, Nijmegen. Geboren en getogen. Ja. Waar? Op Groesbeekse Dwarsweg. Groesbeekse Dwarsweg. Ja, ik moet er even over nadenken. Want ik ben niet zeker. Ja, daar ben ik geboren. Ja. Want je ouders woonden daar in die tijd. Ja. Van oudsher Nijmegenaren of niet? Ja, mijn vader wel. Mijn moeder die kwam uit Helmond. Helmond. Dan ben je daar geboren, getogen. Waar ging je toen naar school? Klokkenberg. Klokkenberg. Zoals iedere rechtaarde protestant in die, tijd. Ja? Ja. En toen? Lagere school en de MULO. En daarna de Kunstacademie in Arnhem. Kunstacademie. Ja. Want schilderen is je vak. Ja. Je bent schilder geworden, ja. Professioneel. Je moet dat je boterham mee verdienen, om het zo maar te noemen. Is het altijd zo, productie is heel belangrijk. Ben jij een kunstenaar die heel veel productie, heel veel schilderijen maakt? Of is aardig wat wel. Ja. Ja, ik kan niet zo aantallen noemen. Dat hangt eraf of ik groot werk of klein werk maak. Maar 40, 50 schilderijen in een jaar, dat moet gemiddeld dat toch wel te doen zijn. Ja. Alles bij elkaar. Ja. En die verkoop je in huis of nee, via galerieën. Galerieën. Maar dat is een beetje ingestort de laatste jaren natuurlijk. Hoe komt dat? Ja, met de economie en alles is veranderd. De meeste dingen gaan via internet en een hoop galerieën die zijn ermee opgehouden. Eigenlijk alleen nog vooral galerieën die op jonge kunstenaars gericht zijn, die bloeien. Want heeft Nijmegen nog galerieën gewoon? Eigenlijk alleen Galerie Bart. En die zit waar? Die zit nou op het Honigterrein. Honigterrein? Sinds een paar jaar. Die zat eerst in de stad, in de Ziekenstraat. En die is toen dat kon, bij het Honigterrein, is die gelijk daarheen verhuisd. En dat is de enige galerie waar je Nijmegen schilderijen kunt kopen? Ja, er zijn wel wat kleinere galerieën, maar... Ja. Want stel ik wil een schilderij van Sven Hoekstra kopen, waar moet ik dan zijn? Via internet? Dat gebeurt de laatste tijd steeds meer via internet. Maar ik kan ook bij jou thuis? Zijn we al... Een schilderij in de meeste... Ja. Ja, ik doe dat niet graag. Nee? Omdat ik meestal niet zoveel zin heb in gekleppen aan de deur. Dan, maar dat gebeurt ook maar heel weinig. Wat was bijvoorbeeld je laatste opdracht geweest? Een heel gezin uit... Portret? Ja, portret. Ja. Ja. En je schilder, maar noem eens een hele opdracht die je in Nijmegen bijvoorbeeld jou toebedeeld had. In het verleden. Ja. Het bekende schilderij wat in het Canisius hangt. Met alle bekende en minder bekende Nijmegenaren. Hoe gaat zoiets dan in zijn werk? Ze willen een schilderij van Sven Hoekstra. Ja. Maar bepaal je dan zelf het thema en het onderwerp en de achtergrond? Of is dat dan vanuit die opdrachtgever die zegt, ik wil dat hebben, ik wil het zus hebben, ik wil het zo hebben? Daar was natuurlijk wel bij dat er allerlei Nijmeegse dingen in moesten zitten. Het ging om bekende Nijmegenaren. Variërend van bekend tot echt beroemd. En
dan moesten er alles bij elkaar, geloof ik, wel een stuk of 50 op komen. Ja. Dus dan is de meeste ruimte is wel ingedeeld voor de portretten. Echt helemaal ten voeten uit. En ja, de rest, dat was inderdaad een beetje in een polderachtig landschap met van alles erop en eraan, wat gebouwen. En, maar dat en, heb je zelf, helemaal zelf invulling aan boven. Ja. Vind je dat nou en, een van je topstukken? Of? Nou, het mooiste vond ik zelf, maar dat kwam ook een beetje omdat het relatief korte tijd gemaakt worden. Dus dan ben je er eigenlijk op een gegeven moment heel overdadig mee bezig. En toen heb ik zelf een buitenkant gemaakt die eigenlijk alleen maar bij de presentatie ervan te zien was. En daar staat alleen maar het aanzicht van Nijmegen op vanaf de overkant van de Waal. En dat was alleen maar bij de presentatie. Toen zat die dicht, ging die open. Maar dat hebben ze verder nooit meer laten zien. Ik geloof ook dat die kanten zijn er natuurlijk niet afgehaald, want dat zijn gewoon de zijpanelen. Maar ze zouden hem een keer een tijd dicht moeten doen. Dat zou ik eigenlijk wel erg mooi vinden. Nou, wie weet. Hè? Ja. Goeie hint. Ja. Nou, je bent geboren getogen in Nijmegen. Je woont er nog steeds. Ja. Ja. Je blijft ook in Nijmegen. Ja, ik woon er al wel zo lang. Ik zou ook geen zin meer hebben om ergens anders heen te gaan, omdat je natuurlijk dan ook al je contacten in één keer op een grote afstand zitten. Nou, dat zou ik 20, 30 jaar geleden nog wel gedaan hebben. Nou, heb ik het daar. Wat zijn jouw favoriete plekken bijvoorbeeld in Nijmegen? Ja, de overkant hier. Ja? Om te lopen. Gewoon echt zo'n rondje van de oversteek. En dan. Ja, daar hebben we heel veel gedaan toen ze het aan het uitgaven waren. Zijn er nog meer favoriete plekken waar wij zijn? Ja, Honigterrein. Ja? Cultuur. Doornroosje. Ja, maar dat is gewoon. Ik vind vooral bij het honigterrein, daar zitten zoveel verschillende bedrijfjes in. En zoveel initiatieven. Dat is gewoon heel leuk om erheen te lopen. En je kunt het gebouw in. En je kunt op, vooral in de weekenden, kun je een beetje binnenkijken naar van alles wat er zit. En dat vind ik leuker als door de stad lopen. En dan weet je wel wat. Dan kom je weer al de bekende ketens tegen. En daar zijn de mensen gewoon wat creatievere mensen. Dat is niet aan Hoekstra besteed. Nou, dat vind ik niet. Dat vind ik niet echt een uitje om door de stad te lopen. Tenzij je er iets moet hebben, want ik vind de stad best wel gezellig. Mm-hmm. Daar gaat het niet om. Ja. Well, als je kijkt, hè, van cultuur en dan op alle facetten. Is Nijmegen dan een stad waarvan je zegt, nou, dat zit goed bij deze stad? Ja, dat denk ik wel. Ja? Ja, vooral op muziekgebied. Daar heb ik dan het meeste mee. Ik denk dan Doornroosje een van de beste plekken van Nederland wel is. Het heeft toch wat gekost, hè? Het nieuwe Doornroosje. Ja, maar ja goed, dat kostte ook. De kosten zitten ook natuurlijk in de toren erbij, waar nou allemaal appartementen in zitten en die allemaal verhuurd worden. Dus dat is op zich wel een goede deal. Ja, maar af en toe, als je zoiets hebt, dat mag het ook wel wat kosten. Ja. Vind ik. Dat. Even terug op dat cultuurverhaal. Hè. Je gaf het al aan, het oude honigcomplex. Wat spreekt er jou in? Waar springt Nijmegen nou expliciet zo of zet zich op de voorgrond op cultureel gebied, vind je? Zijn dat de schilders die uit Nijmegen komen? Jij komt er vandaan, Rob de Wint is bijvoorbeeld ook zo'n bekende kunstenaar, schilder. Of? Ja, ik denk dat Nijmegen niet zo in die zin niet zozeer een kunststad is. Dat is naar mijn idee Arnhem veel meer. Ook doodgewoon omdat de academie daar zit en veel meer faciliteiten. Er zit de dansacademie, de toneelacademie, alles zit er. Dat is hier allemaal niet. En dat moet je ook niet willen zijn. Kijk, hier is Nijmegen is veel meer een muziekstad met Doornroosje. En van vroeger uit al in de tijd ook Diogenes en zo. En voor Nijmegen is er veel meer literatuurkant met de Wintertuin erbij gekomen. Die ook een prachtig festival elk jaar organiseren en allerlei kleinere dingen tussendoor en zo. Ja, ik vind dat Nijmegen zich daar heel goed mee profileert. Het boekenfeest en ook. Dat vind ik dingen die je moet koesteren, maar niet ook nog eens een keer in een kunststad willen zijn. Want het is veel te veel voor een plaats van, ja, wat is het, 160, 170.000 inwoners. Ja. Dan moet je laten waar het is. Ja. Nou, tijdens die vierdaagse, we bestaan dit keer de 100ste, er wordt van alles omgeorganiseerd. Ja, ja.
De een noemt het de hamburgercultuur, de ander. Maar je ziet ook al die festiviteiten. Ja. Wat vind jij ervan? Ja, ik vind zo'n Vierdaagse Week, ik hoef er niet zozeer doorheen te lopen. Want ik vind het niet zo prettig om gewoon door die enorm drukke straten te lopen. Als ik er naartoe ga, dan ga ik naar de Waalkade, waar wat dingen zijn. Of inderdaad naar het Valkhof, naar de Stevenskerk, inderdaad met die concerten. Maar ik vind al die podiums die er in de stad zijn, inclusief de Hoenpa-orkesten en Nederlandstalig en weet ik het allemaal. Ja, ik vind het geweldig. Ja. Ik vind het wel hartstikke leuk, want het geeft gewoon voor iedereen, geeft het een feest. En ja, dat er dan veel hamburgers gegeten worden en weet ik wat allemaal. Ja, dat zal wel. Maar dat is met voetbal ook. Maar is dat niet een beetje dat Nijmegen? Dat van ja, alles, dat weet ik niet. Ja, misschien wel, maar Nijmegen is natuurlijk heel lang een naam gehad van ja, het is nog noord, nog zuid. Het heeft wel kwaliteit. Is dat niet wat Nijmegen heet? Af en toe doen ze dingen waarvan je zegt, hey, dat is kwalitatief toch? Best wel goed wat Nijmegen in elkaar zit. Ja, ik vind zo die dingen die ik genoemd heb en inderdaad ook zoiets als de Vierdaagse. Die feesten eromheen en nu wat ze allemaal hebben met al die lopen die er zijn van de Zevenheuvelloop, Mariekenloop, alles, Stevensloop, de Bruggenloop. Ja, dat is natuurlijk ook qua sport misschien ook een beetje doordat de universiteit hier zit. Ik zou me kunnen voorstellen dat die combinatie wel heel goed is. Ja. Dat ook wel iets is waar Nijmegen gewoon heel goed in is. Ja. Als wij nog stel dat hij deze stad mocht besturen, hè? Wat zou hij dan... Dat zou leuk zijn. En ding veranderen of iets anders doen of willen? Ja, dan vraag je al om een hele grote zak geld van allerlei. Nou, dat mag eens. Ja. Wat zou je dan doen? V&D ja. Afbreken of... Nou, die kun je ook opknappen. Ja? Ja, ik denk, want er wordt natuurlijk veel gescholden op de binnenstad, hoe dat eruit ziet. Maar goed, dat is in de jaren 60, eind jaren 50, begin jaren 60 is dat opgebouwd. En toen was er niet zoveel geld, toen was die smaak zo, om dat zo te doen. Toen vond iedereen het prachtig, nou vindt iedereen het vreselijk. Maar ik denk dan, laat ze een voorbeeld nemen aan wat er in Oost-Duitsland gebeurd is na de Wende. Als je naar in Berlijn kijkt, in Leipzig kijkt, daar zijn van die vreselijke DDR-gebouwen, die zijn prachtig gemaakt. Een heel aantal, dat kost wat natuurlijk, maar een heel aantal hebben ze laten staan, hebben ze die kleine appartementen hebben ze doorgebroken, grotere huizen van gemaakt, aan de buitenkant opgeknapt. Ja, voor mij hoef je dat niet allemaal af te breken. Okay. Het is, je kan wel 100 keer zeggen, het is lelijk en dit is niet zo mooi. Maar over 20 jaar vinden ze al die bakstenen die nou zo mooi gevonden worden, die vinden ze dan ook weer lelijk. Ja, ja. Dus van hoe gaan ze zeggen eigenlijk, de HEMA is zo lelijk nog niet. Als je hem een beetje mooier maakt aan de buitenkant, dan moet vast wel iets op te vinden zijn. Ja. Ik denk dat dat wel zou kunnen. Een beetje behoorlijke architect die een beetje leuke, gekke ideeën heeft. Ja. Door een roosje met al die kleuren en die flat die er tegenover staat. Ja. Ja, dat is ook een beetje opsmuk, maar het ziet er wel heel leuk uit. Ja. Want als je die allemaal grijs maakt, dan blijft er van het gebouw ook niet zo veel over. Tot slot, je bent kunstenaar, hè? Je moet er ook je brood mee verdienen. Ja. Ga je ooit een keer als kunstenaar met pensioen? Of is een kunstenaar altijd, gaat die altijd door? Ja, dat hoop ik wel. Dus ook na die 65, ja. voor een kunstenaar is er geen die zegt ik ja, ben 65, ja, die 65 ben ik al lang gepasseerd. Daarom, dus, ja, ik weet niet, dat is niet een beroep waar een einde aan zit. Ja, tenzij je op een gegeven moment iets aan je arm krijgt of zo, je kan niet meer schilderen of dat zou een reden kunnen zijn, maar of dat het moeizamer gaat en het allemaal niet zo lukt dat je slecht ziet of weet ik wat, maar nee, dat hoop ik toch nog wel tot bittere einde door te doen. Dus wij kunnen in de toekomst nog van veel nieuwe werken. Ik word 93, dus dat zit helemaal goed. Genieten. Nou, het is er nog wel even. Oké. Ja. Hey, heel leuk om jou hier te hebben mogen ontmoeten, hier boven op dit hoogste punt. Ja. Ik zou zeggen, loop gewoon zelf even op je gemak. Nog een rondje hier. Hè? Hier, je kunt gewoon lopen en heerlijk in de wind en de zon. In de wind en de zon. In de zon. Ja. Hey, hartstikke bedankt. Leuk. En ik zou zeggen tegen de Nijmegenaren, kijk eens op internet of
waar hangt een mooi, of in het Canisius ziekenhuis bijvoorbeeld. Of hier in de Stevenskerk van de zomer. Kijk aan. Tijdens de Vierdaagse weken en nog 4 weken daarna. Kom naar de Stevenskerk en dan zien we een echte Nijmeegse kunstenaar, Sven Hoekstra. Zeker. Hele goede aanbeveling. Gaan we doen. Okay. Dankjewel. Bedankt. Ik wil nog één keer die zijn steven horen slaan. Volg ons online via Facebook @altijd_n1. Op onze website n1.nl. Of via Twitter @altijd_n1. Want Nijmegen is altijd. N1.